Want in de podcast zeg je ook, hij was gewoon de liefde van je leven, toch? Ja. Ja. En... Struinend door de schemer in een onbekende stad. En je weet dat je niet thuis bent, want niks is hier plat. En je ziet het zoveel scherper nu je weg bent van je huis. Bewuster van de schoonheid en de onbeduidendheid. Verdwaald in de kosmos, de absurditeit van het bestaan. En waarom is een raadsel waarop geen antwoord komen gaat? Dat klinkt misschien niet zinvol. Maar de waarde zit in de vraag. Bouw een dak tegen de regen. Bouw een muur tegen de wind. Bouw een bunker om te zorgen dat het onheil je niet vindt. En als het lukt ben je keizer. Van een imperium van stro. Je voelt je misschien veilig, maar je land is kil en droog. Staat zo in de regels, zonder de app ook nooit de vloed. Het zal nooit simpel worden, maar het grappige aanmoed. Het is niet dat je niet bang bent, maar het ondanks dat toch doet. Ooit woon ik in een huis vol herinneringen aan jou. Alle wijze lessen als fundament van het gebouw. Zoveel mooie jaren. Wat zijn ze waard? Had ik ooit iets opgegeven als het me pijn had bespaard? Want het onheil dat ons volgde heeft ons nu toch ingehaald. En wat rest is een belofte die zich keer op keer herhaalt. Verdriet, dat is de rekening die je voor houden van betaalt. Goedenavond allemaal. Welkom en fijn dat jullie er zijn in groot getale. We hebben net geluisterd naar Fik Willems en zijn nummer Lessen. We komen later vanavond nog even bij hem terug. Maar ik wil jullie vooral eerst van harte welkom heten. Meer dan 40 jaar geleden doken de eerste berichten op over een mysterieuze ziekte die vooral homoseksuele mannen trof. Hoewel het risico op infectie in Nederland nu veel lager is en HIV een chronische in plaats van terminale aandoening is geworden, blijven het taboe en het trauma's rond het virus bestaan. In 5 afleveringen vertellen schrijver Maurits de Bruin en podcastmaker Randy Vermeulen het liefdesverhaal van Jan en Martin tijdens de AIDS-crisis in de jaren 90. Ze belichten het aangrijpende leven van deze mannen en andere verhalen van mensen die door HIV en AIDS zijn getekend. Vanuit een queer perspectief onderzoeken ze hoe stigma en vooroordelen hardnekkig zijn blijven hangen in de generaties die opgroeiden in de schaduw van de epidemie. Dat is namelijk ook de aanleiding van dit programma en daarom zijn we hier allemaal vanavond. Dan ga ik ook meteen de volgende sprekers aan tafel vragen. Dat zijn schrijver Maurits de Bruin, nou ook wel bekend van Man Maakt Stuk en ook Mijn Holocaust. Randy Vermeulen, hij werkt aan de podcast De Erfenis, El Tarangu, Dit Kan Geen Toeval Zijn, De Verschrikkelijke Mooie Migratie en Alles Wat Daarna Kwam. En natuurlijk Bob.
En ook Jan, de hoofdpersoon van de podcast die Rennie en Maurits hebben gemaakt. En niemand bleef onaangeraakt. Een warm applaus. Het is een inkoppertje misschien, maar voor wie hebben jullie de podcast gemaakt? Want is het dan echt voor het queer publiek of is het juist voor iedereen, voor de hetero's? Ja, het is, ik vind het lastig om te zeggen voor wie we de podcast hebben gemaakt. Maar het vertrekpunt en vanuit wie we de podcast vertellen, dat is natuurlijk heel helder. Dat we dat vanuit de LBTI-gemeenschap doen. En dat wisten we eigenlijk al heel snel, dat we dat verhaal wilden vertellen vanuit de gemeenschap. Ook al heeft het natuurlijk ook op andere mensen invloed gehad. Maar we wisten dat die stigma's zich vooral wreekten binnen mannen die seks hebben met mannen. Ja. Dus wilden we vooral ook hun verhaal vertellen. En we merkten dus dat we dat verhaal nog niet echt kenden vanuit een Nederlandse context, maar vooral vanuit een Amerikaanse context is gecanoniseerd. En daar wilden we ook een beetje tegenwicht aan bieden. En we wilden dus ook kijken wat met het succesvolle verhaal van het Nederlandse beleid, hè, dat progressief was, zeker versus het Amerikaanse of het Engelse beleid uit die tijd. Dat wilden we niet per se een tegenkleur geven, maar we wilden wel kijken, oké, het is fijn dat dat beleid dan op, met terugwerkende kracht als positief wordt gezien. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet geleden is. Dus ja, we wilden vooral dat verhaal laten zien. Ik denk niet, ja, voor mij heeft dat niet per se invloed op wie dan de podcast kan beluisteren of ervan kan genieten. Ik kan me wel voorstellen dat mensen, dat LBTI'ers zich eerder genegen voelen om met dit thema, om zich hierin te verdiepen. Maar misschien heb jij meer ideeën over wie de podcast. Ja, voor jou is. Wel? Nou, het is natuurlijk wel een verhaal wat wij met z'n allen. Het is een verhaal waar wij zelf behoefte aan hadden toen we jong waren. En het is voor mij ook een manier geweest om te begrijpen wat er nou precies speelde. Voor mij was het altijd evident dat mijn seksualiteit en mijn seksleven heel erg vervlochten was met gevaar en het idee van ziek worden. Dat was een monster dat onder mijn bed lag. En vanaf ik uit de kast kwam bij mijn ouders, was dat ook meteen hetgene wat ze tegen me zeiden. Ik was echt aan blubberhuilen. Ze zeiden, moet je iets vertellen? En zij verstonden me niet. Het duurde heel lang. En toen ze begrepen wat. Hoe oud was je toen? Even voor mij. Ik was 18. Maar vanaf de. Toen zei ze van, oh jongen, dat maakt niet uit. Toen ze helemaal begrepen wat er aan de hand was. Maar ze zeiden daarna ook meteen, maar je mag geen aids krijgen. En nu is het niet zo, ik ben niet bang geworden voor seks omdat mijn ouders dat gezegd hebben. Maar het is wel onderdeel van een maatschappij die heel vaak die band legde. Dus voor mij was het ook een onderzoek naar wat was daar, hoe is dat nou precies zo gevormd en gebeurd. En dat. Sorry, ik zit opeens op de praatstoel, maar. Nou, dat heb je ook uitgenodigd om te praten. Oh ja, dat klopt. Ja. Maar naarmate ik ouder werd, dus ik ben nu helaas 37, maar. Dus in 2017 was ik 30. En naarmate je ouder wordt, dan ga je dingen bevragen die voorheen misschien een beetje evident waren. Dus bijvoorbeeld. Dus ik had nooit bevraagd van dat het misschien gek was dat seks niet gekoppeld is aan plezier, maar aan ziek worden. Maar dan had ik gesprekken met vriendinnen en die hadden dan een one-night stand. En dan was er überhaupt geen sprake van een condoom. Dus dan vroeg ik daarnaar. En het enige waar zij bang voor waren was een kind krijgen. Dat was de ergste SOA die ze konden krijgen. En voor mij was dat zo raar om te horen van oké, je hebt dus seks zonder condoom. En je bent daarna niet maanden bezig met dat je ziek zou worden. En voor mij was de podcast dus een manier aanvankelijk om te begrijpen van hoe is dat nou precies zo gekomen. En ik denk voor jou ook deels zo, toch? Ja, inderdaad wel dat gegeven dat het dus. Nee, ik had het daar net nog hier met iemand over, dat toen ik begin 20 was, moest ik aan mijn oudere broer, die heteroseksueel is, uitleggen dat hij ook HIV kon oplopen. En hij dacht gewoon echt dat dat niet mogelijk was. Dus dat zegt natuurlijk al heel veel over hoe het helemaal is. Hoe een groot gedeelte van de samenleving het zich er helemaal van heeft losgekoppeld van dit verhaal en van deze geschiedenis. Dus ik denk dat ik het ook graag met de podcast een plek wilde geven van het moet wel verteld worden. En het is gebeurd en het mag een plek krijgen en het hoeft niet allemaal verhuld te worden.
En in die zin wil ik ook wel dat iedereen zich ertoe verhoudt tot dit verhaal. Ja. Nou, dat is misschien ook een mooi bruggetje naar de spreker die naast mij zit, Jan. Fijn dat je er bent. Nou, voordat we naar jou gaan, wil ik toch nog even vragen, hoe hebben jullie Jan gevonden? Hoe zijn in de podcast gekomen? Ja, op een gegeven moment, dus vanaf 2019 gingen Maurits en ik in gesprek, ook met andere mensen natuurlijk. En dan heb je een beeld van wat wil je vertellen. Dus er is een geschiedenislijn, maar ook wat wil je thematisch vertellen. En een van de dingen die we heel belangrijk vonden was om het te hebben over beeldvorming en zichtbaar en onzichtbaar ziek zijn. Dus dat was al, daar zaten we al een beetje op te broeden. En dan ga je op zoek naar verhalen. En toen was ik op AIDS Memorial, heeft een website met allemaal namen van mensen die overleden zijn. En je kan daar berichten achterlaten. En toen zag ik een foto van een hele knappe jongen. En dat was Martin. En toen klikte ik op zijn foto. En toen zag ik, oh, dit is de jongen die Erwin Olaf had geportretteerd. Dus toen via zijn we in contact gekomen met Jan. Toen heb ik een Facebookbericht gestuurd in 2021. Dat of we konden bellen en dat mocht. En toen hebben we 2 uur met elkaar gesproken. En dat was een heel bijzonder gesprek. En nu de podcast de buitenwereld in is gegaan, horen we ook van luisteraars van dat ze Jan en daarmee Martin ook in hun hart hebben gesloten. Vanwege dezelfde reden waarom wij dat ook hadden. En dat gevoel wat ik in dat telefoongesprek had. Dus de intelligentie, de liefde voor Martin, zijn kwetsbaarheid. Dat zijn allemaal dingen waardoor de luisteraars van Jan zijn gaan houden. Maar dat was allemaal heel erg aanwezig in dat eerste gesprek. Dus ik weet ook nog, na 2 uur moest ik zo echt even bijkomen. Het voelde een beetje alsof ik een roman had gelezen. Maar ja, vanaf dat moment hadden we wel het gevoel van, dit is een heel belangrijk verhaal en een heel mooi verhaal om te vertellen. Maar we hadden bijvoorbeeld niet het idee dat het 5 afleveringen lang de rode draad zou zijn. Dat is allemaal later gekomen. Maar hoe was dat voor jou? Ja, jij werd opgebeld. Na zo'n introductie. Ja, wat moet ik nog nu zeggen? Ja, ik werd gebeld door Randy inderdaad. En dat is best gek. Omdat je na 30 jaar of zo krijg je opeens zo'n telefoontje. Dat hij die foto had gezien en dat hij geïnteresseerd was in Martin en om daar een podcast van te maken. Terwijl ik, dat lijkt misschien anders, maar ik praat niet gemakkelijk over het geheel. En voor mij was het ook een heel klein privéverhaal. Ja. Het is mijn geschiedenis. Dus ik kon me ook niet voorstellen dat anderen daarin geïnteresseerd waren. Maar door de gesprekken die we gehad hebben, lukte dat wel. Ik weet nog dat de eerste keer dat Maurits langskwam om opname te maken. Toen zei ik van, nou, ik weet niet wat jullie van plan is, maar over 20 minuten ben ik wel uitgepraat. Ik heb niks meer te vertellen. Hoe lang is de podcast? 5 uur? Ja, 5 uur. Ja. Maar niet helemaal door met Jan natuurlijk. Nee, dat sprekers, maar. Dus, maar goed, ik heb het gedaan. Ik weet dat Martin heeft die foto laten maken van Erwin Olaf. Omdat hij heel graag wilde laten zien dat je om het stigma tegen te gaan, zeg maar. Ja. Dus ook na zo'n lange tijd dacht ik, nou, als dat zo is, als dat het doel van die foto is geweest voor Martin, dan voel ik me, zeg maar, min of meer verplicht om dat ook door te zetten en om dan ook hier aan mee te werken. Ik heb er wel even over moeten nadenken. Ja, dat is mijn vraag. De foto, daar gaan we het straks over hebben. Maar hoe, ja, nou, iemand die stuurt je een Facebookbericht en die zegt, hey, ik wil jou spreken, je belt 2 uur. En dacht je toen meteen, oké, nu doe ik mee? Eigenlijk ja. Ja? Ja. Of vanwege het feit dat ik dacht, ja, dit past in de lijn van Martin. En ik beschouw mezelf dan toch een beetje als ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar als degene die nagedachtenis moet bewaken. Dus dan moet ik hier ook aan meewerken, ja. Maar moet? Ja, moet. Van jezelf? Naar de gemeenschap toe, naar Martin toe. Om het stigma tegen te gaan, ja, moet. Ja. En hoe was dat proces voor jou? Nou, ik wist natuurlijk niet waar ik aan begon. Want dat zo intens zou zijn, dat ontstond. Mm-hmm. En door de sessies die we gehad hebben, werd het ook steeds heftiger en steeds ingewikkelder. Maar wel heel erg fijn ook. Want omdat ik het verhaal zo lang niet had verteld. Ik merk ook nu dat goede vrienden van mij die nu het verhaal horen op de podcast ook verbaasd zijn en zeggen, waarom kennen wij jouw verhaal eigenlijk niet? Omdat ik dat niet vertel. Ja, waarom vertel je dat dan niet eigenlijk? Ja, waarom vertel je dat niet? Omdat dat het is mijn verhaal, het is klein. Je wil ook stoer doen en denken van, het is voorbij. Er zit ook een stigma op als je vertelt dat je partner aan AIDS overleden is.
dan krijg je altijd de vragen van wat betekent dat voor jou? Ben jij seropositief? En daar heb ik ook geen zin in om dat verhaal aan te gaan, want dat vind ik er niks mee te maken hebben. Dus in de loop van de jaren heb ik er ook niet over verteld. Maar het ook weggestopt? Die emoties ook dan? Ja, ook weggestopt. Ja. En zou je dat nu nog steeds zeggen? Nou ja, ik heb er natuurlijk de afgelopen door de podcast ben ik er de afgelopen jaren wel heel intens mee bezig geweest. En dat in die zin, dat is ook zeg maar een beetje therapeutisch om dat te doen. Dus ik praat er nu ook wel wat makkelijker over. Met die vrienden die eerst zeiden, hey. Ja. Ja. En wat zijn bijvoorbeeld elementen of momenten uit de podcast waarvan je vrienden heel erg opkeken bijvoorbeeld? De eenzaamheid die ik gevoeld heb. Het feit dat ik veel dingen niet heb gedeeld. Maar ook het feit dat iedereen met zoveel vooroordelen je benadert, dat je maar gewoon er niet meer over gaat vertellen. Ook toen Martin nog ziek was. Dat je het voor jezelf houdt. Ja. En er zitten allerlei dingen bij die dan ook van belang zijn. Martin was ziek, ik was niet ziek. Dus hij was. De aandacht hoorde naar hem te gaan. Dus dan hou je dan uit een soort bescheidenheid ga je eigen verhaal dan niet vertellen. En als niemand ernaar vraagt, dan blijft dat zo. Had je gewild dat iemand ernaar had gevraagd? Zoals René en Maurits hebben gedaan? Ja, dat was heerlijk dat zij dat deden. Nou, was er ruimte voor bij jou misschien? Ik bedoel, kan zijn dat ze naar vroegen en dat jij er misschien nog niet voor open stond? Nee, toen er iemand naar gevraagd werd, toen ging ik wel babbelen. Ja? Ja. Ja. En die eenzaamheid, hè? Hoe ging je daar eigenlijk mee om? Ja, er zijn verschillende fases natuurlijk in die hele periode dat Martin leefde en dat hij ziek werd en steeds zieker werd. Ging alle aandacht naar hem, logisch hoor, dus daar is ik niet over te klagen. Maar dat maakt wel dat het heel druk is en dat er heel veel mensen ook bij betrokken zijn, maar dat er geen aandacht is voor mij. Dan is dat gewoon zo, dat begrijp je ook. En die periode daarna probeerde ik zo goed en zo kwaad als dat ging te zorgen dat niemand het merkte, dat er niks aan de hand was. En hoe deed je dat? Stappen, veel drinken en ruzie maken met mijn beste vrienden. Dat was ongeveer de. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Ik hoop niet 28 jaar. Nee. Dus op een gegeven moment is dat na een tijdje ook wel weer weggezakt. Mm. En is het wat gestabiliseerd. Maar bij mij is er wel altijd. Het verdriet is nooit. Ik weet niet zo goed hoe wat verwerken is en zo. Dat begrijp ik gewoon niet zo goed. Want het grote verdriet dat er zit, dat is misschien daardoor ook wel in stand gebleven. Mm-hmm. En dat zit er nog steeds. Ja. Ja. Want in de podcast zeg je ook, hij was gewoon de liefde van je leven, toch? Ja. Ja. En hoe vind je het om daarover te hebben met al deze mensen in de zaal? Alle mensen die de podcast hebben geluisterd, met mij? Nou. Weet je, ik heb dat al die jaren lang heb ik dat gebagatelliseerd. Want dat is, het is ook, ik geloof dat ik dat ook ergens in de podcast zeg, dat maakt het ook heel erg zwaar als je dat zegt. Ja. Voor jou of voor je omgeving? Ja, nee, voor mij. Voor mij. Je kan veel beter zeggen, dat is gebeurd en we gaan weer door met leven. Dan inderdaad van, je bent de liefde van je leven. Dat maakt het zo ontzettend zwaar voor je, want dan is daarna alles minder. Ja. Dus nu durf ik dat te zeggen. Ook terugkijkend en dan voelt dat ook wel goed om dat zo te zeggen. Dat voelt ook wel eerlijk. Ja. Ik vond het wel bijzonder, want tijdens ons we hebben elkaar natuurlijk ook even ontmoet voordat we dit hadden. En toen vond ik het heel mooi wat je zei. Toen zei je, ik heb de liefde van mijn leven ontmoet en ik heb liefde gekend. En dat is het allerbeste wat iemand kan overkomen. En daar heb ik nu heel veel vrede mee dat dat ook niet meer hoeft nu, nog een keer. Ja. Nieuwe relaties kunnen aan een lagere standaard voldoen. Ja. En dat weten zij ook. Wordt dat niet verteld? Dat weet ik niet helemaal zeker. Zo voelt dat, ja. Nou, we hebben het de hele tijd over Martin, maar er is ook een hele mooie foto gemaakt van Martin door Erwin Olaf. We hadden gezegd dat we daar even naar zouden kijken. Ik vraag ook even techniek. Een hele knappe man eigenlijk, die heel stoer in de camera kijkt. Ik vind het eigenlijk een hele. Ja, hij kijkt een beetje uitdagend, toch? Mm-hmm, ja, dus er hoort een tekst bij.
Het was een poster, dus er hoort een tekst bij. Kan ik je verleiden tot veilig vrij of veilige seks? Die tekst stond erbij. Omdat die dubbele boodschap, omdat iedereen ziet dat hij niet veilig vrij heeft, zeg maar. Ja. En was jij bij deze foto? Wat zeg je? Was jij bij de foto toen die gemaakt werd? Nee. Hij wilde dat echt alleen doen. Dus ik weet wel dat hij er heel trots op was. En hij wilde per se die foto zou gemaakt worden in het kader van een campagne. En hij had als voorwaarde gesteld dat als er een foto gemaakt werd, dan in ieder geval Erwin Olaf. Dat okay. Veel verder. Dat vind ik niet, als we het doen we het echt goed. Precies. Ja. Dus dat was gelukt. En hij kwam binnen bij Erwin en hij moest zich uitkleden voor die foto. En toen zei Erwin van, je ziet eruit als een Dalmatier. En hij vond dat zo fijn. Iemand die er een grapje over maakte. Iemand die daar normaal over deed. Die het benoemd ook. Ja, die het natuurlijk. Benoemd. Dus dat was voor hem was dat. Zij was het hele proces en alles wat erbij hoort. Maar ook de foto zelf was hij ontzettend trots op. Ja. En dus zal ik dat ook. Maar ik kan de foto niet goed zien. Dat, nee? Nee, ik vermijd hem. En waarom vind je dat heel moeilijk? Ik bedoel, misschien een inkoop. Ja. Omdat je het verhaal weet en ik weet hoe het afloopt, zeg maar. Ja. Dus. Ik merk ook dat je er niet echt naar kijkt nu. Nee, klopt. Dat hoeft ook niet, hoor. Misschien is het ook een mooi moment om naar het tweede onderdeel te gaan van deze avond. Maurits, ik wil je heel graag vragen om daar te gaan zitten. En dan nodig ik ook meteen Bohanna uit. Hij is schrijver. Onlangs ging zijn boek Baba. En ook maakt hij een documentaire over PrEP, een preventieve HIV-pil. Wat ik ook al bijzonder vind aan wat jij nu vertelt over, ik had het er, ik heb het ook nog niet tegen met mijn vrienden over gehad, over wat je ons hebt verteld net in de brief. In de podcast spreek jij met een vriend en daar vertel je ook dat het gesprek met elkaar hebben best wel lastig is, ook binnen de queer community al. Ja, ik denk dat het sowieso het hebben over ziektes en de dood of die hele associatie daarmee, dat brengt meteen een soort existentieel gesprek naar boven waar je vaak niet zin in hebt. Ik bedoel, het leven is zwaar genoeg, denk ik. Hè? En je weet ook niet wie je triggert met bepaalde vragen. Dus zelfs binnen je... ik denk dat dit thema gewoon heel erg raakt aan een best wel veel negatief beladen thema's. Ik bedoel, HIV, we denken meteen aan de AIDS-crisis, homomannen, homoseks. Dat wordt vaak als iets gezien wat vies is. Ik denk dat heel veel homo-jongeren en queer-jongeren opgroeien met het idee dat ze niet goed genoeg zijn, dat we vies zijn. We hebben afwijkende seksend gedrag. Dus het überhaupt praten over homoseksuele seks voor een arts is nog steeds heel erg taboe. Dus er zit zoveel stigma op en er zit zoveel taboe heerst eromheen. Dan hebben we natuurlijk ook HIV speelt natuurlijk ook in Afrika, waar de toegang tot de zorg in sommige landen niet goed is. Dan heb je het ook nog, drugsverslaafden, die lopen ook HIV op. Dus daar hebben we het niet eens gehad over de kinderen die worden geboren met HIV. Dus het zijn zoveel minder vrolijke thema's die bij dat onderwerp bij elkaar komen. Dus ik denk dat HIV gewoon best wel veel beladenheid oproept bij mensen. En dat is gewoon niet iets wat je snel bespreekt. En ik denk ook wel dat, kijk, nu denk ik dat die jongere generatie is veel meer belezen. Die is veel meer, ik denk ook wel wat zekerder van hun zaak over het queer zijn, over het anders zijn. Dat rokken ze gewoon meestal. En wij, ik bedoel, ik groeide op in Limburg. Nou, daar ben je de only gay in the village. Dan, dus er zit al zoveel. Ja, je voelt jou heel erg alleen daarin. Dan kom je naar de grote stad. Nou, de jongens die ik om me heen had, die waren van mijn leeftijd. De kennis was ook niet altijd daar over HIV en dat soort dingen. In die tijd had je ook geen PrEP. Dus we kunnen wel een gesprek gaan voeren over HIV, maar wil liever toch gesprek voeren over die ene knappe jongen, weet je wel. En ja, vooral in die tijd, dat was gewoon de realiteit waar je mee deelde. Dat je dus een hele leuke avond kon hebben, maar dat het ook betekende dat je een chronische aandoening opliep. Mm. Ik bedoel, dat is gewoon niet iets waar je heel vrolijk van wordt. En, waarom heb ik het daar niet over gehad? Ik denk toch dat. Gewoon jong zijn, Amsterdam komen, gewoon vooral leuk willen hebben en niet zoiets. En in mijn familie, de kennis was er ook niet altijd. Ik weet nog dat mijn tante een keer een PrEP-pil had gevonden. Die was uit mijn jaszak gevallen in de auto of zo. En een paar jaar geleden. En toen had ze dus aan mijn nichtje gevraagd van, gaat het wel goed met heeft hij HIV? En zij zei, mijn nichtje die wist wel dat ik aan de PrEP zat. Mm-hmm. Die had ik helemaal uitgelegd wat dat was en
hoe je dat moest gebruiken. En dat het ook gewoon rondom seks kon en zo. En dus die had toen tegen mijn tante gezegd, nee, hij heeft geen HIV. Maar blijkbaar is het zo ongemakkelijk. Want mijn tante had mij natuurlijk ook gewoon kunnen bellen en zeggen van, hey, wat is dit? Ik heb een pil gevonden, heb je HIV, weet je wel? Dus het, ja. Je merkt toch dat daar ongemak bij zit. Ja. Waarom ging jij het gesprek niet aan met je vriend bijvoorbeeld? Of je vrienden nu? Ja, nou ja, dat gesprek was er dus eerder wel. En wij lieten ons dus vaak, als het lukte, gezamenlijk. Hè, dan gingen we met een groepje naar de GGD. Zodat we zo op hetzelfde moment daar getest konden worden. En daar ook konden wachten met elkaar. Omdat we daar dus alle, ja, allemaal ook soms een ongegronde angst bij voelden. En toen dus één van ons geïnfecteerd raakte, was het ingewikkelde dat, nou ja, een van de dingen die tussen ons in kwamen te staan toen, was sowieso, nou ja, er kwam ineens een soort onderscheid tussen ons. Iets wat we allemaal gevreesd hadden, was hem overkomen. Dus je kan daarna ook niet meer doen alsof het niet erg is, want we hadden dat allemaal gevreesd en ook uitgesproken naar elkaar. Dus ja, om het daarna te bagatelliseren is ook niet eerlijk. Je kan maar er heel oud mee worden, hoor. Weet je wel, ja. Ja, precies. Ik bedoel, dat wisten we. We hadden kennis, maar nogmaals, wij gingen er niet, ik denk ook als groep, en dat is ook als we erop terugkijken, en dat hoor ik ook van anderen. Nou, die had eerder vandaag met Joost van Bellen een programma, en ik sprak met hem ook over de podcast, en hij zei ook van, wij waren ook ongelooflijk hard. En de grappen die we maakten hier ook over HIV, om er een soort van mee te dealen, om het een plek te geven of om het weg te kunnen lachen. Dat speelde voor hem een hele grote rol. En dat is ook wat in de podcast natuurlijk aan bod komt. Dat wij die grappen maakten. En ik denk ook dat vanuit die minderpositie die we hadden, en nou ja, dat onbekende landschap waarin we een soort allemaal wegwijs probeerden te worden, dat we dat dus ten dele deden met hele harde humor. En ik wil ook niet eens zeggen dat dat per definitie kwalijk is, maar dat werd het natuurlijk. Dat droeg wel heel erg bij aan de muur die tussen ons werd opgeworpen. Want toen daarna was natuurlijk alles veranderd in de zin van, oké, maar die grappen hadden we nooit over jou gemaakt. Dus, maar dat kun je dat waarmaken. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus ja, de stigma's wreekten zich vooral ook heel erg binnen onze vriendengroep. En dat kenden we allemaal van elkaar. Dus ik denk dat wel een grote barrière vormde. Ja, om ons ook daarvan te ontdoen. Ja. Dat kan niet ook in één klap, misschien. Terwijl je in de podcast die stap wel zet en uiteindelijk wel het interview aangaat. Hmm. Was dat ook niet een beetje, ja, ongemakkelijk? Nee. Nee? Nee. Omdat, ja, ik zal niet zeggen dat het helemaal niet ongemakkelijk was, maar toen we elkaar weer zagen, we hadden elkaar best lang niet gezien, voelde ik vooral weer meteen heel veel van de vriendschap die ik vroeger voelde. En ik denk dat hoor ik ook veel van mensen terug die dat gesprek horen, dat je eigenlijk, je hoort twee vrienden met elkaar praten en je hoort gewoon liefde tussen vrienden. En dat ervoer ik ook op dat moment. En ook zijn bereidheid om erover te praten. Dus ik had nog steeds die reserve. Want uiteindelijk wilde ik dus zeggen van, hey, ik vind dat ik het niet goed heb gedaan. En het duurde wel heel lang voordat ik daar kwam. Voordat ik dat kenbaar kon maken. Ja, ik vond het ook wel lastig om te zeggen, ja. Ik sluit hierbij ook de avond af. Ik wil alle sprekers heel erg bedanken. Ik wil Rennie bedanken. Ik wil Maurits bedanken. Ik wil Bo bedanken. Natuurlijk Jan. En ook natuurlijk Martin, die er vanavond niet is, maar er wel was. De techniek en natuurlijk nogmaals het Blauwe Fonds. Nu je weg bent, zie ik helder. De persoon die je bent geweest. Hoe je gretig keek naar de wereld om je heen. Nu je weg bent, zeg ik sorry. Voor alles wat ik je nooit heb gezegd. Maar het komt veel te laat en je hebt er nu niks meer aan. Nu je weg bent, drinkt het tot me door. Dat je van me hebt gehouden. Misschien meer dan iemand ooit. En echt verdwijnt dat nooit. Nu je weg bent, val ik in herhaling. Steeds weer naar de waterval.
van wat als, wat als, wat als. Laat me los en ik laat.